Laten we eens beginnen met de basis van SEO copywriting. Dat zijn de keywords. Keywords ken je wel, die tik je in Google of je spreekt ze in. Dat zijn de termen waarmee je bepaalde pagina's wil vinden. Je wil informatie vinden, je wil antwoord hebben. En dat doe je door de juiste keywords te gebruiken. Keywords zijn niet alleen gewoon losse woorden, dat zijn ook combinaties van woorden. En die kun je gebruiken als je een tekst schrijft door ze zo goed mogelijk toe te passen. En dan heeft Google betere signalen dat ze mensen naar jou moeten verwijzen. Gebruik daarom keywords die mensen ook echt gebruiken. En we laten zo meteen even wat methodes zien hoe je aan die keywords kunt komen. Zorg ervoor dat je elke pagina optimaliseert op een unieke combinatie van keywords, zodat je ook niet concurreert met je eigen site. Dat is een hele belangrijke, want dat gaat nog wel eens mis in de praktijk. Een combinatie van keywords die bestaat altijd uit meerdere zoektermen bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan HBO-opleiding accountancy in Enschede. Dan heb je dus een heel specifiek onderwerp ook nog met een plaats erbij. Je optimaliseert vervolgens je tekst met je metatitle, je metadescription, je H1, H2's en je bodycopy. En daar komen we zo meteen nog even op terug. Ik laat jullie nu eerst even een voorbeeld zien hoe dat eruit ziet in de praktijk. Dit is de pagina van de Saxion website over die accountancy opleiding. En als je kijkt, ik heb hier even het zoekwoord accountancy gehighlight of wat gerelateerd is aan accountancy. En dan zie je dus dat het op hele logische plekken terugkomt op die pagina. Dat is voor Google dus ook een hele goede indicator om aan te geven van nou, dit is een pagina die interessant is als jij zoekt naar een HBO-opleiding accountancy.